Ja hoor, ik weet niet of jij van wandelen houdt, maar vandaag begint de Vierdaagse in Nijmegen. En wat is nou zo belangrijk met die Vierdaagse? In ieder geval veel water drinken en goede schoenen. Laten we eens schoenen gaan tekenen. Doe je mee? Goed, ik hoor dat vandaag helemaal niet de Vierdaagse begint, maar morgen vanwege de hitte. Maar ik dacht, laten we toch maar een schoen gaan tekenen. En dan beginnen we met de zool. Het is een beetje een sneakerachtige zool. Zo. Neus van de schoen. De hiel. Soms zit hier dan nog zo'n lipje aan. Zo. Hier de veters, hè. Zo, de veters van die schoenen. Een beetje schaduw. Zo. En nu heb ik zo al een aardige sneaker getekend. Er zijn ook verschillende andere schoenen natuurlijk. Je hebt ze met grof profiel ook. Bergschoenen bijvoorbeeld. Er zit vaak ook nog een hele hak aan. Beetje een grovere neus. Er zit hier van, ja, ook wel met haakjes zit het. Eerst even zo tekenen en dan... Ik weet niet goed hoe je die haakjes moet tekenen eigenlijk, maar... Dat is vaak weer een tong aan die schoen. Die schoenen zijn dan weer wat hoger. En hier zitten dan vaak haakjes, zo. En dan die veters achter kan spannen. En dan weer eromheen. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog clownschoenen. Hoe teken je nou clownschoenen? Die zijn eigenlijk wel leuk om te tekenen. Dat zijn van hele grote schoenen met een hele grote neus. Zo, en dan hier ook nog een hak zo. En dan kun je best wel een glimpje zo optekenen zo. Clownschoenen. Nou, probeer zelf eens wat schoenen te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.